Yo mensen van IJssel Games, we zijn er weer met Melvin Traria. Ik zit in een cave en oh god, er komt een slime aan. We hebben een cabin gevonden. Ik ga hem even exploren zo meteen. Mip. Wat zit er? Oh, nice. Vliegende schoentjes. Is het zo'n schoen met zo'n veertje? Ja. Ga je sneller rennen van. Dan ga je op een gegeven moment een loopje en dan ga je sneller rennen. Een paar seconden. Oh, dat is fucking handig. Mip. Van die boots die ik had op een andere... Oh ja. ...character. Ja, die. Oh, dit is doodhandig. Ja, die chandelier wil ik eigenlijk ook altijd wel hebben. Chandelier? Ja, inderdaad. Oh, hierboven zit nog tin. Dat kan ik ook wel handig gebruiken. Dan moet ik wel goed slaan natuurlijk. Mip. Oh, kut. We gaan weer te diep. Oh, ik gooi de ninja ster. Nog wat verder hier naar beneden. Voor Terraria begrippen zijn we namelijk nog totaal niet diep. Echt een torch hangen hier. Nee, totaal niet diep. Nee, inderdaad. Ik zie geen zak van wat ik doe. Ik ga even een andere plek opzoeken waar ik niet last heb van water. Ik ga even hier gewoon verder minen. Want op dit moment zit ik hier. Wat is dit? Oké. Ik heb ook een lens, dus... Oh, nice. Hoeveel heb ik er? Ik heb er één. Kunnen we de eerste... wat is het? Enemy? Monster? Wat is het? Bos. Oh ja. Ik heb gewoon nog allemaal potions van jou natuurlijk, van de vorige map. Ja, inderdaad. Dus ik heb hem al je gegeven, of dit is zelf op een jatte. Oh kut, ik ben aan het zinken. Kut. Ik zie niks en ik zink. Sowieso. Ja, ik ga sowieso dood. Behalve als ik niet te snel ga minen. Fuck. Ik heb echt een domme beslissing gemaakt om die haker te maken bij het huis. Er zitten nu achter allemaal ogen gewoon in. Lol. En ik ben dood. Kut. No. Fucking kut. Ik dacht ik kom er nog wel uit, maar ik kwam er niet uit. Oh, dan loop ik weer hier. Oh, er zitten die oogballen. Die kunnen we toch rammen voor die lenzen? Yep. Ik heb er weer een lens. Ah, kut. Ik kom er alleen niet zo goed bij. Weet je trouwens wat thuis wordt? Ik ga zo'n oogbal maken om die shit hier te storen. Dus ik denk dat ik daar nog even in gestopt ben. Een soort van enchantment. Oh, ik heb een lens. We hebben er drie. Zal ik ze aan jou geven? Nee, dan ben ik een chest. Niet zo'n chest, gewoon. Oké, welke van de twee is dat niet? Zooi. Hoe open ik die? Oh zo. Oké, even kijken. Lens. Hoppa, ik heb ze erin gedaan. Ik heb even een paar stukjes en ik heb superveel fallen stars. Echt nice. Wat kun je daar dan weer mee? Kun je mana stars van maken. Dan kun je dus eigenlijk rechts dan mana. Bam. Ah, oh kut, er komen er weer twee aan. No, die. Wat is dat dan? Het geluidje. Ja. Ja, ik heb altijd een mana staf. Ik heb 42 extra mana. Dus als we nu een staf kunnen maken, zodat ik al lekker met je gebruiken. Shit, zet wel die weer nice. Hoe de fuck ben ik dood? Echt, hoe de fuck? Nooit dat het kan. Ik had net nog iets van 74 HP voordat ik dood ging. Oh, weer een lens gevonden.
Ja, die schot ik net uit de lucht opeens. Inderdaad. En toen pakte ik hem snel op en claimde ik de kill. Oh, hier ligt mijn geld. Die beesten weten helemaal niet waar ze heen moeten. Die denken, oh kut, het zijn net vliegen. Nee, die moeten weg, maar ze gaan volgens het spel om ze nu weg te gaan, ja. Ik heb weer een lens. Die blokten ze met die boog daar. Nu hebben we wel... Om weer een cirkel te maken, weet je hoe moeilijk dat is meteen. Nu hebben we wel aardig genoeg lens, hoor. Dus trouwens om dat bruggetje wat ik gemaakt heb. Ik ga het nog een beetje upgraden. Hoe kan ik zien van wat ik. Ja, wat ik waarmee kan maken? Zit in die bal dan links. Dus als je gaat. Ja, er zit best een bal. Oh. Hey, ik heb 3 lenzen. Wat zou ik hem gewoon. Kan ik hem zien? Die kan hem niet craften, want dan moet in een speciaal altaar. Volgens mij is het wel zo'n rode, maar ik ben niet zeker. Zo'n rood blok is volgens mij een altaar, ik ben niet zeker. Een rood blok. Ja, dat gekke speciaal monster. Ja, klopt. Alleen ik zie geen rood blok, zeg maar. Ja, het was toch zo'n slimeachtig blok, een beetje roodachtig, Jenny. Oh, die moet ik die daarin doen. Dat is goed als wel. Oh. Oh, ik dacht dat ik eerst wat moest craften. Oké, dan ga ik dat even doen. Dan moet ik helemaal naar beneden. Ja, wacht even, ik loop mee, want ik heb ook een paar. Ja, ik heb al 3 in mijn hand. Ja, weet ik, maar ik heb ook een paar, dus als we maar meer kunnen maken van 1 van die ice, dan kunnen we die bos farmen en dan krijgen we meer demon uit, hoor, dus weten we wapens. Oh, oké. Okay. Ik heb hier. Ja. Kut. Ik zit wel op mijn kutpositie. Blokje bouwen. Ja. Als het goed is, kan ik, ja. Haal je ook mijn oog. Kom jij eraan? Nog niet, ik wil ook zo de plaats op afwerken. Hoeveel lens had jij nou? Even kijken, waar stond ik? Ik heb er 2, ben je van mij? Ja, ik heb er 5. Nice, dan kunnen we dus 2 maken voor je dingen. Oh ja. Oké, wat ik me nu even afvraag. Hoe ga ik je uitkomen? Wauw. Ja, dat kan ook. Gewoon potion gebruiken. Oh, wacht, ik kan nu ook dat rennen. Ja, dat kan niet. Oh ja, we moeten gewoon naar beneden. Het huisje in. En heeft hij die tunnel breder gemaakt dan dat fucking normale trap die ik had gebouwd? Wow. Oh kut, inderdaad. Ah, dat vind ik echt lelijk. Daar kan ik echt niet tegen. Ja, dat fixen we wel met stenen of zo. Ik heb echt veel te veel van die dingen gebruikt. Ja, kijk, dit zijn van je altaar. Als het goed is, kom je. Zal ik ze aan je ogen geven? Ja, nee, wacht. Ja, doe het. Ik pas even. Yes. Oh, wacht, dat is 5 nodig, blijkbaar. Oh, lol. Hey, 6. Wacht, dat is 2. Ja, het is 6 nodig voor 1. Nou, dat heb ik. Iemand summen. Ik heb toevallig een bom of zo. Een bom? Een bommetje. Nee. Gewoon 1. Ja, ik ook. Ben ik er kwijt? Ja, waar de fuck is dat? Nou, en toen was die uit. Lol. Fucking geniaal. Mip. Is het nou gewoon een soort slappe penis idee dit, of niet? Nee. Ik wil de series gaan een brug bouwen. En dan wil ik daar een enchantment in maken. Dus volgens mij heb ik een enchantment ook in die vocations. Oh, uiteindelijk met een penis. Die boompjes zien weggaan, of dat er die bomen in mijn ding gaan groeien. Ik vind dit echt op de map naast ons huis echt op een piratenschip lijken. En oh, daarnaast zit er nog één.
Kijk, het spel gaat tering diep. Ja, denk het wel, want ik heb net de hele tijd lopen minen. Waar de hel staat dat? Ik heb een angel statue. Ik heb zich een statue room gaan maken. Waar de hel staat mijn cobblestone? Ik heb werkelijk geen idee waar dat staat. Oh, hier. 479 heb ik er. Ja, drop maar even. Yo, komt ie. Okay. Angel statue. Hoeveel oors heb je? 5 zilver oor, 76 tin oor. Yo, beter jij dropt even. Dan ga ik even shit voor ons fixen. Van even al je oors. Lead oor, iron oor. Ronde dingen, wat heb ik nog meer? Nee, dat was het. Denk ik. Ja, denk het wel. Ja. Ik heb een zooi maken. Yo. 1 lead. 2 zilver. 1 lead. 5 iron. 25 tin. Lol. Ja, dat hebben we wel. Nou kunnen we tering veel craften. Ik ga nu even kijken wat al die zooi kan maken. Ik ben benieuwd, kan ik een hoek maken? Want dan kan ik crappy hoeks fixen voor ons. Hey, ik heb een yo-yo. Je kan daar helemaal niks mee. Want ik ga kijken of je een... Oh, wow! Je kan iemand mee damagen. Oh, dat is doodhandig. Nog, ik heb gelijk een konijn gekild. Oké, cobwebs dan. Huh? Cobweb. Ja, die heb ik. Even droppen, ik kan een yo-yo maken. Yo. Oh, waarom gaat de deur niet open? Als je ervoor staat. Oh. Ook een yo-yo. Even kijken, waar heb ik het? Cobweb. Oh hier, ik heb er 33. Ah, eet je wat, meid. Pakte ik het nou zelf op? Ja. Wauw. Waar zit hij nou? Oh hier. De hele tijd krijg ik die uitleg van die noob hieronder. Omdat ik hem drop en dan op per ongeluk op hem klik. Ik ga even wat mensen killen met een yo-yo. Map, map, map. Oh, dat gaat tering snel. Swiftness potion heb ik gekregen. Archery potion heb ik ook. Spelunker potion. Oh! 5 minuten lang locaties van treasures en ores. What? Ik heb niet gelijk opdrinken, hè? Want ik heb er 9. Oh nee, kut, maar 1. Oh wacht, dat was mijn sneltoets, wauw. Oh kut. Ik moet nu tering snel zijn, want ik zie nu al alles. Ga dan hakken dan. Hup. Ja jongen, ik ben al bezig. Map, map, map. Oh, dat gaat veel te langzaam dit. Oké. Okay. Meer naar beneden. Wacht even, ik ga gewoon nog verder. Oh, hier zit doodveel. Ik moet hier even naar. Ja, nu heb ik een hoofdprijsje. Nou, zet hem neer. Oh, hè. Ik weet niet voor hoe lang ik het nog heb trouwens. Ergens staat een stat, waarschijnlijk onder je toolbar. Ja, inderdaad. Er staat 4. En nog iets. Ja, dat zal wel. Ik heb heel veel tin. Ik zie ook een kistje. Die ga ik nu eerst pakken, voordat ik vergeet waar die is. Kut. Kut. Ik viel naar beneden.
god. Dan moet ik weer helemaal omhoog. Nou, ga... Van... Doe het. Ja. Kan toch. No. Oh wauw, ik heb mezelf omgesloten. Ja, en nu omhoog. En nou nog verder. En nou nog verder. En nou nog verder. Ja, ik ben weer boven. Kistje. Wat zit erin? Oh, 75 koper. Ik ga nog wat dingen cashen. Ik heb deze 5 minuten niet handig gebruikt. Rest in peace. Oh joh, twee slimes die exact dezelfde bewegingen maken tegelijkertijd. Zo'n dikke synchroon. Ja, en nu zijn ze mee gestopt. Because I killed him. Oh, weer een kist. Your monster. Why did you do that? Ik ga hier omhoog. Nou, ga erop, godverdomme. Godverdomme. Ja. Oh, er zit een of andere rope in ofzo. Ach, kut, daar hebben we niks aan. Oh, hiernaast zit ook nog heel veel. Oh, een kistje. Hey. Het zijn eigenlijk helemaal geen kistjes, het zijn gewoon lootzakjes. Ja, die dingetjes waar loot uitkomt. Oh my god. Ik heb kapot veel geluk. Ik had 100 HP, ik val 96 eraf. Ik heb ook een achievement, lucky nog wat. Lucky bastard. Hier beneden zit ook nog wat. Ik moet niet te diep graven, anders... moet niet meer omhoog. Godver, ik wil een torch neerzetten. Dat kan niet hier. Ja, nu wel. Eh. Wooden arrow, 10. Ja, en als ik hier naar beneden ga, ben ik waarschijnlijk dood. Shit, hier zitten ook kapot veel slimes. Ik val... Oh, kut. Kut. Fuck! Dat had ik echt nooit moeten doen. Ik had bijna nog maar 20 health of zo. Ik heb geen idee. Ik zat straks... Ik viel in water. En ben ik wel heel veel coins kwijt. Hé, hey, kunnen we al die oogding maken? Ja, die heb ik al gemaakt. Maar ja, we hebben nog niet echt de zooi... die we nodig hebben om te kunnen verslaan. Oh, maar kun je hem al craften of hoe werkt dat? Nee, ik heb hem al. Oh, kun je hem al neerzetten? Doe dat gewoon. Zet hem gewoon neer. Het kan niet, want dan spant hij automatisch. YOLO. Nee, 100% dat verliezen, dus beter niet. Nee joh, verliezen we toch niet. Nee, lijkt me zo. Maar wat moet jij dan voor een gear nog hebben? Nou, ik denk als wij nog sowieso... een goede, betere boog moet hebben. Want je hebt sowieso ook archery nodig om dat ding te kunnen killen. Oh, ik heb een goede boog. Ja, oh ja, jij hebt een demonite, dus dat op zich zou wel moeten kunnen. En ik heb er twee. Ik heb een agile en een demon bow. Wat is de andere dan? Ja, een agile platinum bow. Yo, weet jij, drop die?
Mip. Oh. Ik dacht dat ik hem aan jou gaf. Oh ja, ik had gewoon die andere wereld al natuurlijk. Nou, dan kunnen we wat de volgende dag gaan gebruiken, dat bedoel ik. Kijk, nu kan ik deze zooi ook even een tinnen hamer, dan kan ik deze zooi even snel weghalen. Ik wil eigenlijk een soort van kopie maken van ons huis dat we nu hebben aan de andere kant. Dan met één zo'n rondje ertussen, dan maken we daar een dikke towers nog van. Ik heb hier nou een, oh, gewoon een YouTube tutorial kijken, dan doe ik dat off-cam, ga ik gewoon een dikke torens erop bouwen. Vet. Hé, hey, maar we zitten alweer aan 20 minuten, dus ik ga zo meteen de video kappen. Dan doen we dat met een leuke hang, een leuke ding dat de volgende aflevering gaan we gewoon je oog killen. Ja, okay. Zeker. Maar iedereen, bedankt voor het kijken. Ook Melvin weer bedankt voor het meespelen met Terraria. En tot de volgende keer.